Wat misschien nog leuk is om te vertellen is dat die schepen die hier gebouwd werden natuurlijk daar van de helling afgleden. Zo het water in, naar rechts de Noordzee op, om net als de meiden overal heen te reizen. Dus eigenlijk zijn we hier op de perfecte plek. Het is natuurlijk zomer 2020 en ik bevind me hier nu op het NSM terrein en dat zal ik de rest van de zomer ook doen bij NSM Treehouse onder de noemer Work in Progress. Want dat is wat we hier doen. Interessante interviews en mini-documentaires met hele interessante mensen. Ik hoop dat je ze veel gaat kijken en dat je hier ook af en toe eens even langskomt om in de gaten te houden of wij dat wel echt doen. Beste mensen, ik heb natuurlijk zo meteen afgesproken met Maartje en met Roxanne. De een schijnt een vette lach te hebben die je al hoort voordat ze aankomt. En de ander heeft een bril. Maartje en Rox, jullie zijn natuurlijk de reizende meiden, of hoe heet jullie project? In het Nederlands deden we de reismeisjes voor de metro en onze Engelse blog is Once Upon a Journey. Net als een schip soms onderhoud behoeft, zijn jullie eigenlijk ook stil komen te liggen door de hele situatie in de wereld. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Vooral op het begin wel echt heel lastig, want we zijn dus echt 3 jaar nomadisch geweest. En nou ja, toen ineens, we wilden eigenlijk dit jaar al wat minder reizen, maar dat is wel echt heel letterlijk eigenlijk. Nou ja, we kunnen echt nergens meer heen. En waar bevonden jullie toen het allemaal gebeurde? We zijn in januari teruggekomen naar Nederland. Dus net voor corona eigenlijk groter werd. Het is natuurlijk al wel eerder was het in de wereld, maar nog niet helemaal hier eigenlijk. En ja, dus eigenlijk waren we gewoon hier. We waren net lekker bezig met ons huis inrichten. We dachten, voordat we weer gaan reizen, doen we even ons huis inrichten. Maar ja, toen gingen we nergens meer heen. Stel, hè, want we staan hier nu op een terrein waar nou ja, van alles te ontdekken valt, dat ik je uitnodig om hier, eigenlijk zoals jullie dat die 3 jaar hebben gedaan, op onderzoek uit te gaan, op avontuur. Waar trekt je aandacht dan naartoe? We houden sowieso wel van street art. Dus sowieso al die mooie kunst daar. Ja, dat, ja we hebben stiekem ook al wat dingen opgezocht die we nog willen fotograferen later vandaag. Dus ja, ja zo gaan wij een beetje onderzoek online en verder gewoon heel goed je ogen open houden. En ja, vooral heel veel kleurige dingen springen er altijd uit voor ons. Ik weet een heel mooi stukje street art waar ik jullie graag even mee heen zou willen nemen. Okay. En jullie natuurlijk ook. Ja. Kom. We staan hier voor een kleurrijk stuk street art. En daar staat op Passion. Want Passion, dat schrijf je natuurlijk met 2 S'en. En jullie passie voor het reizen. Ik heb begrepen dat bij een van jullie dat er al in de notendop in zat. En de ander heeft het later ontdekt. Wat is die passie voor op avontuur gaan, pieren waaien en reizen? Ik hou niet heel erg van de stabiliteit en het, de hele regelmaat. Ik hou heel erg van als dingen gewoon de hele tijd anders zijn. En het spontane aan reizen vind ik heel erg leuk. En nieuwe dingen ontdekken elke dag. Je weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. Nee. Dat is eigenlijk... Ja, fijn. Ja, dat vind ik eigenlijk heel... Ja, vind jij niet. Nou ja. Maar ik wel. Hoe doe je dat eigenlijk als 2 meiden? Want 2 meiden op reis, dat wordt natuurlijk... Nee, zeg jij het maar. Nee, zeg jij het maar. Hoe doen jullie dat in overleg? Ik ben de baas. Maar ik regel eigenlijk wel alle reisgerelateerde dingen waar we heen gaan. Of als we iets moeten boeken, zoals een hotel of een vlucht. Dat doe ik. Ja, we hebben wel een duidelijke... Rolverdeling, ja. Nou, heb ik ook ergens gelezen, dat is namelijk op hun eigen site en ze hebben ook een hele mooie Instagram pagina, gelezen dat jullie ook foto's van koppels maken. Welke foto zouden jullie van jezelf als koppel maken? Ja, we maken eigenlijk heel veel foto's van onszelf. Ja. ik denk voor ons, wij vinden het altijd wel het fijnst als we... er zo spontaan mogelijk op staan. Dat niet echt zoiets van, oh, lachen. En echt zo heel ongemakkelijk. Maar dat het gewoon echt wel iets spontaan is. Dat je een interactie samen hebt. Ook al is het een kusje. Of ook al is het samen lopen. Samen rennen, springen, dansen. Dat soort dingetjes. Dat vind ik altijd heel leuk. Dat laat ook wel zien wie je bent als koppel. Wessel, zou je ons even kunnen filmen terwijl wij gewoon heel serieus kijken en niet lachen? Dan neem ik jullie graag mee naar het volgende street art. Goed? Ja. Street art, dat hoort natuurlijk bij, bij de gebaande paden, bij het pavement, bij de straten hier, daar en over de hele wereld. Maar ik las ook dat jullie van wellness houden en misschien ook wel van de natuur? Af en toe wellness hoor, niet te vaak. Maar ja, natuur, we houden eigenlijk wel heel erg van
wonen in de stad en steden. Want het vinden we wel fijn als we alles om ons heen hebben. Wat we maar, nou ja, gewoon af en toe naar de bioscoop of zoiets dergelijks. Maar ik denk dat de afwisseling heel fijn is. En inderdaad, zeker als je inderdaad heel veel stedentrips en dat soort dingen hebt gedaan, is het wel heel lekker om even naar de spa te gaan of dat soort dingen. We zitten hier dus op de NDSM-werf in een bootje, wat zo de helling af kan glijden de wereld in. En dit is precies het startpunt waar deze meiden zijn begonnen met hun reis. Want ze zijn natuurlijk begonnen met alles wat ze hadden los te laten. En dat hebben ze hier gedaan. Ze hebben hier al hun spullen verkocht. En dat is goed gelukt, want nou, daar zitten ze. Kunnen zelf even vragen hoe dat voor jullie was om dat te doen. Alles verkopen en dan Nou, dat is eigenlijk fijner dan je zou denken eigenlijk. Ja, dus 3,5 jaar geleden was het denk ik, stonden we hier op de Eihallen. En nou ja, alles wat we konden verkopen hebben we hier eigenlijk verkocht. Of achtergelaten. Of achtergelaten, ja, wat we niet konden verkopen, ja. Ja. Ja, het is heel bevrijdend op een of andere manier. Hoe minder spullen je hebt, we hadden ook zoiets op reis, dan heb je alleen maar een tas. En het is heel erg fijn om alleen maar je daarover zorgen te maken en alleen maar dat te hebben eigenlijk. Ja. En als ik het goed begrijp, ook een hele zak met geld. Want hoe zwaar beladen gingen jullie hier vandaan weg? Met andere woorden, wat heb je nou nodig om zo'n reis te maken? Want je moet inentingen, visa, nou dat is bij elkaar al wel zo'n dikke €300. Dan heb je natuurlijk die klamboe. Ons tactiek was zoveel mogelijk sparen. We hebben denk ik 1,5 jaar lang samen gespaard. We hadden allebei meerdere bijbaantjes. Daarna was onze tactiek zo min mogelijk uitgeven. Dus we deden ook heel veel couchsurfing. Dat was voor jou wel lastig, want ik was nog steeds in die instelling van oh, zelfs niet veel sparen, sparen, sparen. Ja. En dus ik mocht geen kopjes koffie meer. Ik zo, nou, ik moet echt wel koffie drinken. Maar toen gingen we op reis en toen was mijn instelling nog steeds een beetje van oh, niet zoveel uitgeven eigenlijk. Maar ja, toen hadden we natuurlijk zo lang gespaard voor iets en toen nou ja, was zij, oh, we gaan nu juist uitgeven. Toen dacht ik, hallo, nu mogen we ervan genieten. Maar eigenlijk ligt het wel echt heel erg aan waar je naartoe gaat op reis. Ja. Want ik bedoel, als je naar Azië gaat, bedoel, wat je hier voor huur betaalt in Amsterdam, kan je gewoon in Azië Kan je minimaal een dikke villa van huren. Ja, nou dus, ja, of gewoon inderdaad in een hostel slapen en alles doen wat je eigenlijk maar wil en alsnog als een koningin of koning leven. Ja. Beste NVS-kijkers, het is natuurlijk een hartstikke leuk antwoord, maar ze ontwijken wel een beetje de vraag. Ik ben natuurlijk net als jullie gewoon echt heel erg benieuwd naar het bedrag wat je nou nodig hebt en hoe je daar dan van rondkomt. Nou, ons doel was om voordat we weggingen €14.000 bij elkaar gespaard te hebben. En we hadden meer uiteindelijk. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat je daar 3 jaar van kan reizen. Want eigenlijk, we hadden van tevoren de TEFL gehaald. Dus dat je in het buitenland Engels les kan geven. Dus eigenlijk was het idee om ook in het buitenland te werken. Maar toen kwam er eigenlijk iets veel leukers op ons pad. Maartje was namelijk Instagram begonnen en een website voordat we weggingen. En ik wilde daar eigenlijk niet echt iets mee te maken hebben, want ik wilde eigenlijk gewoon reizen hoe ik het had gedaan toen ik 18 was. Ze wilde niet eens een laptop mee. Ik zo, die laptop gaat mee. Dus ik wilde eigenlijk gewoon met mijn Lonely Planet en gewoon alles uit de Lonely Planet halen en op die manier reizen. Maar toen merkten we eigenlijk wel, tijdens het reizen kregen we een paar vragen of dat we wat blogs willen schrijven. En dat kregen we voor betaald. Dus bijvoorbeeld over de hoofdstad van Zuid. Toen had zij ineens iets van, nee, dit is interessant. Ja, dat was best wel leuk. Want we waren bijvoorbeeld in Zuid-Korea in Seoul geweest. En toen kregen we daarna €300 betaald om daarover te schrijven. En later werd Maartje, die zag online iets over de metro. En die zocht dus eigenlijk Reisverhalen. Voor hun app wilden ze wat creatievere content, wat minder nieuws, meer gewoon leuke verhalen. Nou ja, toen dachten wij, nou, wij hebben leuke verhalen. En we zijn aan het reizen, we kunnen gewoon vertellen over nou ja, onze ervaringen. En toen zijn we voor de metro eigenlijk gaan werken. Dus toen hebben we wekelijks voor hun een artikel gemaakt. En daarna ook wekelijks een vlog, dus een video voor hun gemaakt. Nou ja, en daar konden we dus eigenlijk steeds meer opdrachtjes. Onze reizen eigenlijk van blijven betalen en blijven reizen. En op een gegeven moment zijn we gestopt met de metro. Maar ja, onze eigen blog en Instagram was eigenlijk al zo gegroeid dat we werden uitgenodigd door bepaalde bestemmingen om daarheen te komen en over te schrijven of foto's voor te maken. En daar werden we dan ook voor betaald. Of soms als fotograaf worden we ingehuurd. En ja, het is eigenlijk gewoon freelancer zijn op reis eigenlijk. Ik dacht eigenlijk van wie wil ons nou zien? Want we zijn eigenlijk inderdaad witte, super standaard eigenlijk meiden. Maar wat ons uniek maakt is dat we inderdaad samen als een lesbisch stel op reis zijn. En er zijn niet heel veel
nou, stellen die doen wat wij doen over de hele wereld. Dus toen wij begonnen dachten we ook niet zo van, oh ja, er is vraag naar. Maar nu nog steeds hebben wij heel veel power om, nou ja, als we worden uitgenodigd, dat we dan zeggen van, nou ja, we willen echt wel betaald worden. Want eigenlijk hebben ze geen andere keus. Als wij nee zeggen, dan... Ja, er zijn weinig anderen die inderdaad het plekje in zouden kunnen nemen, zeg maar. Ben jij alleenstaand en ben je ook op zoek naar iemand waarmee je een koppel kan vormen? Zoek dan dus iemand waar je het niet mee eens bent en laat je daardoor inspireren. Samen kom je echt heel ver. Hoe doe je dat eigenlijk als je al je spullen verkocht hebt, misschien een rugzak hebt aangeschaft? Wat neem je eigenlijk allemaal mee? Nou, ik denk als je begin met reizen dat je eigenlijk veel te veel dingen meeneemt dan dat je eigenlijk moet meenemen. Want toen wij ook begonnen met reizen, dan neem je een klamboe mee en dat soort dingen. Nou, de eerste keer zijn we in totaal 15 maanden weg geweest zonder dat we naar Nederland terugkwamen. En toen we terugkwamen zeiden we van, nou, als we nu weggaan nemen we echt geen klamboe mee. En we nemen, want op de plekken waar een klamboe, waar je het nodig hebt, hangt het al. Dus het was een beetje van, ja, handig dat we het mee hebben, maar ja, eigenlijk hangt het er al. Ik denk dat het eigenlijk belangrijk is om te kijken naar de basisdingen die je hier meeneemt, die je hier gebruikt in Nederland. En dan niet te veel extra's eigenlijk meeneemt. Ja, en qua kleding bijvoorbeeld. We hebben gewoon 2 weken aan kleding mee. En dan ook gewoon veel kleding wat te combineren valt. Waardoor je inderdaad gewoon meteen een hele andere outfit hebt. Eigenlijk handig is aan een, nou ja, same-sex stel, dat we elkaars kleding aan. Als je dezelfde maat hebt, ja, natuurlijk. Als je dezelfde maat hebt, ja. Maar wij kunnen elkaars kleding aan, behalve broeken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel handig. Volgens mij, naast dat ze dezelfde maten hebben, zijn het ook gewoon echte maten. Ja, nou, toen we begonnen 3 jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen in Rusland. En dat waren ook vooral familieleden die dachten, oh, waarom ga je naar Rusland helemaal als lesbisch stel? Maar we begonnen met, ja, we wilden heel graag met de Trans-Mongolië Express door Rusland, Mongolië en daarna naar Azië. Zuid-Amerika hebben we nog niet echt gezien. Mexico is het meest zuidelijk, maar ja, dat is eigenlijk nog steeds Noord-Amerika. We hebben ook wat van Afrika gezien, ja. Veel van Europa. En dan Amerika, Mexico veel. Ja. En als je dan in zo'n stukje Europa of in zo'n stukje Azië uitkijkt over de zee, waar gaan je gedachten dan heen? Nou, eigenlijk denk ik wel van, oh, ons landje is ook wel heel erg mooi. Dus waarom gaan we elke keer zo ver weg? Ja. Nou, ik denk wel dat je soms als je ver weg gaat, dat je dan meer waardeert wat dicht bij huis is soms. Ik vind ook wel in heel veel culturen merk je wat wij bijvoorbeeld niet hebben en wat andere culturen wel weer hebben. En wat ik dan graag mee terug zou willen nemen en mensen hier wil introduceren of zo. Maar als je dan terugkomt elke keer, hoeveel neem je dan mee terug? Want jij zegt sommige landen en culturen, daar wil ik ook dingen mee uit terugnemen. Dus met dat inrichten van dat huisje ben ik wel heel benieuwd waar je dat allemaal laat. Nou, ik moet zeggen, we waren in Mexico voordat we terugkwamen. En toen hebben we wel echt stonden op de markt van, jullie gaan allemaal mee, we kopen alles. Maar dat is echt de eerste keer. Want als je echt zo'n langere tijd op reis bent, dan kan je echt niet elk klein dingetje meenemen. Of we hebben wel eens wat teruggestuurd. Bijvoorbeeld in Vietnam, daar wilden we heel graag al die lampionnen meenemen. Maar het neemt gewoon veel te veel ruimte in. En toen dachten we van, ja, we komen echt nog een jaar niet terug. Dus we kunnen echt niet al die lampionnen de hele tijd meenemen. Nee. Misschien kun je hier op de NDSM-werf vragen of ze ergens nog een zeecontainer vrij hebben. Ja, precies. Dat zou handig zijn. Ja. Verliet. Toen ging ik met de bus helemaal naar Zuid-Spanje om daar met de boot naar Tanger te gaan. En toen had ik gelezen, wat heb je daar allemaal nodig? En toen was een van de dingen die ze tegen mij zeiden, oral rehydration salt. Dus als je diarree hebt, dan kun je dat opdrinken en dan houdt het zomaar op. En als dat niet werkt, kun je natuurlijk altijd nog Norit nemen. Ervaring mee? Ja. Nou, het ging heel lang heel goed, tot eigenlijk dit jaar. We waren in Bali en toen kregen we wel Bali Belly. Daar hadden we nog niet van gehoord. Dat is balen. Ja, ja zeker. Dat was heel erg balen, ja. Maar toen eigenlijk in Mexico dit jaar, toen hebben we echt, nou ja, 7 dagen wel lang last gehad. Dus dat we dachten van, misschien moeten we nu naar een dokter gaan. Maar toen ineens was het weg. Ja. Ja. Het is eigenlijk wel grappig en toevallig dat we het daarover hebben. Want ik wilde jullie meenemen naar dit stuk kleurrijke street art. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan zo baalt, dat het er ongeveer zo uitziet. Ja, nou, ja, echt identiek. Ja. Stel dat jullie weer vertrekken. Heb jij dan weer geregeld waar zij naartoe wil? We hebben wel 1 plek waar we heel graag heen willen. Ja. Naar IJsland.
Maar tot nu toe doen we nu op dit moment eventjes niet zoveel plannen. Nee, omdat het allemaal, je weet toch niet of het kan. En het is een beetje stom om iets te plannen waarvan je niet zeker weet of het door kan gaan. En je vertelde net iets over het reizen als een lesbisch koppel in andere landen. Of om daar gemarginaliseerd of minderheid te zijn. Dat is natuurlijk hier nu ook aan de gang. Hè? Dat we als minderheden ons meer laten horen of voelen dat we misschien ook meer ruimte mogen hebben. Hoe kijken jullie daar tegenaan wat hier nu gebeurt? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat inderdaad minderheden of gemarginaliseerde groepen meer gehoord worden. Ik denk ook dat het belangrijk is om, dat is ook een deels waarom wij zijn begonnen met ons verhaal delen op reis. In eerste instantie dachten we niet dat dat interessant zou zijn eigenlijk. Omdat we dachten, ja, elke Nederlander reist, mensen vinden dat niet zo interessant. Maar toen kwamen we erachter dat er eigenlijk heel weinig vrouwenstellen op reis waren die dat heel duidelijk lieten zien. En inderdaad lieten zien dat zij mooie plekken konden bezoeken zonder angst. Mooie dingen konden zien. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat daar meer aandacht aan wordt besteed. En dat het meer zichtbaar wordt. Gewoon überhaupt online, maar ook gewoon in het echt. Dat mensen dat gewoon zien. En dat ze die representatie kunnen zien en zich erin kunnen herkennen ook. Vertelde je net dat ik naar Marokko ging die eerste keer. Nou, ik ben er wel 10 keer geweest. Het is ook zo'n prachtig divers land. Je kunt er skiën in de zomer. Je kunt aan het strand zitten. En die reden dat ik daar 10 keer was geweest is natuurlijk omdat ik verliefd werd op zo'n prachtige Arabische prins. En ik heb wel gemerkt dat als wij dan bij hotels kwamen, dat er even gekeken werd. En dat ook soms de vraag werd gesteld, wat zijn jullie van elkaar? Hebben jullie dat soort ervaringen ook gehad? Ja, we krijgen best wel vaak de vraag of dat we zussen zijn. Soms ook zelfs tweelingen. Of een tweeling zijn. En dan ja, is het toch wel een beetje gênant om dan te moeten zeggen, nee, we zijn een stel. Ja, maar ja, toch. Zeker als het niet, de wetten er niet helemaal naar zijn in het land. Dus dan ja, en zeker ook als je een hotelkamer boekt en dan vraag je om één bed. Tweepersoonsbed, dan is het soms een beetje van, waarom willen jullie een tweepersoonsbed? Willen jullie niet liever een aparte kamer? Nee. Nog een tandje dieper, Bram. Wat is het meest negatieve ervaring die jullie hebben gehad vanwege jullie geaardheid in openheid? Ik denk dat wij eigenlijk heel veel, nou ja, geluk is misschien niet het goede woord, maar wij hebben eigenlijk in de openbaarheid, nou ja, in sommige landen weet je natuurlijk niet wat mensen naar je roepen. Dat als je het niet verstaat, de taal. Maar eigenlijk hebben wij niet zoveel meegemaakt. Maar we kijken eerst heel goed rond wat er mogelijk is. Kunnen we een handje vasthouden? Wordt het door andere vrouwen gedaan? Wordt het door mannen gedaan? In elke cultuur is dat heel erg verschillend. Het ligt ook niet per se aan de wetten. Sommige culturen houden wel mannen allemaal handen vast en is homoseksualiteit nog steeds heel erg verboden. Maar we kijken gewoon heel goed rond wat kan er. Het eerste wat mensen bij ons zien is toch 2 Europese witte meiden. En seksualiteit is eigenlijk iets wat, waar ze niet eens over nadenken of pas veel later. Ja, dus dat is niet het eerste wat ze bij ons zien. Ja, dan denk ik daar toch even over na. Inhouden of uiten? Ja, we doen van beiden een beetje, maar het is wel altijd belangrijk om je veiligheid voorop te zetten. Ik denk niet dat je jezelf in gevaar moet brengen door een regenboogvlag ergens te gaan wapperen of ineens helemaal te gaan zoenen op straat in een cultuur waar dat echt niet. En we zijn ook bijvoorbeeld in landen geweest zoals Brunei, waar homoseksualiteit echt heel erg, nou ja, Verboden is. Ja. Dus nou ja, voor onze eigen veiligheid. Wij reizen wel gewoon eigenlijk naar alle landen op de wereld. Niet per se dat omdat wij een relatie hebben dat het verboden is. Dus dat we daar niet heen gaan. Ja. Maar wat wil je zeggen? Ja, we snappen heel goed dat mensen die de beslissing maken om expres niet naar zulke landen te reizen. En dat is echt helemaal je eigen beslissing. Ik vind ook, als je op vakantie gaat of op huwelijksreis, dan wil je niet naar Brunei als gay koppel, dan wil je gewoon genieten en helemaal jezelf kunnen zijn. Maar voor ons is het ook belangrijk om meer van de wereld te zien, meer van andere culturen te zien. Er zijn gay mensen, LGBT mensen, de hele community is in elk land te vinden. Die is er. En heel veel landen doen van, oh, bij ons is het er niet. Maar het is echt in elk land zijn er queer mensen. En wij vinden dat ook wel heel belangrijk om die mensen te ontmoeten, hun verhalen ook te horen. Ja, juist door de online wereld kunnen we die mensen ook ontmoeten door Instagram of door Facebookgroepen. En online zijn we dus heel erg open over onze geaardheid, over onze relatie. En dat zijn we dus vaak in het echt op dat moment soms wat minder, omdat we dan kiezen voor onze eigen veiligheid, wat ook belangrijk is. Dus zo denk ik dat wij een beetje van beide doen.
We bevinden ons nu in Nederland. Hebben we hier ook een LGBTQI+ gemeenschap? Ja, ik denk wel dat het in Nederland een hele interessante is. Omdat Nederland was het eerste land wat homohuwelijk had. Dus dat is... Ik denk dat veel Nederlanders denken... Oh, wij zitten alweer in een soort van tijdperk waar we er alweer overheen zijn. Het is allemaal al goed. We hoeven er niet over te praten. Want alles is normaal. En normaal is goed. Dus ik denk wel dat het interessant is. Want daardoor verdwijnen er heel veel plekken. Zoals er zijn bijna geen lesbische bars meer. Omdat inderdaad vrouwen voelen zich veilig. En wij voelen ons prima waar we ook heen gaan. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook weer een beetje jammer. Want daardoor verdwijnen die specifieke... Ja, safe spaces ook wel weer een beetje. Lok je hier nou uit als je met elkaar hand in hand loopt of elkaar kust? Of moet je je toch een beetje aanpassen aan de multiculturaliteit en de ruimte die elk gemarginaliseerde of minderheidsgroep ook verdient in Nederland? Ik vind dat het normaal zou moeten zijn voor iedereen. Het betekent niet dat ik hoef niet per se mensen te zien zoenen op straat. Ik heb zoiets maar van... Gewoon bij man, vrouw niet. Nee, ja, nee. Gewoon überhaupt van mensen heb ik zoiets van... ik vind niet per se dat dat in de publieke ruimte hoeft. Maar ik vind wel dat het normaal zou moeten zijn om het wel te doen. Dus ik vind wel dat wij inderdaad het recht zouden mogen hebben om dat gewoon te doen... zonder dat er iets naar ons geroepen wordt. Maar sowieso lopen wij in Nederland of Amsterdam gewoon hand in hand. Maar welke landen zijn nou gewoon je lievelings? Een land dat het heel erg heeft verrast is Taiwan. Echt heel fijn. Ook omdat het is altijd leuk als je natuurlijk lokale same-sex koppels hand in hand ziet lopen. En dat zagen we in Taiwan eigenlijk al de eerste dag. Dus een dag wat überhaupt best wel uniek is in Azië. Want in Azië doen ze niet echt heel veel handen vasthouden of kussen in publiek. Dat is gewoon iets wat je gewoon heel erg in je privéruimte houdt. Dus daar waren we al zo van onder de indruk dat we echt dachten van wauw, wat is dit voor land? Toen hebben ze natuurlijk homohuwelijk gelegaliseerd als eerste in Azië. Toen hadden we echt zoiets van yes! Ja, en Thailand vinden we toch heel erg fijn. En ik denk dat heel veel Nederlanders zullen denken, oh Thailand, waarom? Maar... Het is gewoon heel fijn, het eten is lekker, de mensen zijn heel erg aardig. En ook al gaan er heel veel toeristen heen, er zijn nog steeds heel veel plekken waar niet zoveel toeristen heen gaan. En dat is ook heel erg leuk aan Thailand. Bepaalde eilanden waar bijna niemand heen gaat. En in Europa vinden we Zweden wel heel erg fijn en heel erg open. Ik heb ze nu toch betrapt op iets waar ik nog heel even op wil doorvragen. Want jullie zeggen... Ja, Thailand. En veel mensen denken dan, oh Thailand, been there, done that. En jij zei, ja, maar net die eilandjes waar nog niemand is geweest. Daar gaan jullie dan weer over bloggen, waardoor daar natuurlijk heel veel mensen naartoe gaan. Dan krijg je daar gentrification. Net als we nu hier in Amsterdam eigenlijk door de crisis eindelijk weer van onze ongerepte paradijs kunnen genieten. Zonder dat dat verpest wordt door van die bloggers die je daar naartoe trekken. En ook nog zeggen hoeveel geld je nodig hebt om daar terecht te komen. En je hun beste netwerk kunnen delen. Hoe kijken jullie aan tegen de bijdrage die jullie leveren aan een betere wereld? Het is inderdaad lastig. Sommige mensen zien we ook. We zien ook duidelijk wat mensen op Instagram die dan expres niet gaan delen waar het is. Maar dan heb ik zoiets van, deel dan helemaal geen foto als je het echt geheim wil houden. Want mensen gaan het toch opzoeken. Dus aan de ene kant heb je... Ik vind het ook wel belangrijk dat wij mensen vertellen waar ze heen kunnen. Het is natuurlijk ook... Maar om eerlijk te zijn schrijven we ook vooral vaak over plekken waar heel veel mensen heen gaan. Omdat het is een beetje een slimme manier van schrijven, omdat heel veel mensen daar al naar zoeken. Ja. Dus je kan eigenlijk beter schrijven over dingen waar veel mensen heen gaan. Heeft u nou ook nog een doorvraag willen stellen? Of zit u nog te wachten op die ongestelde vraag? Neem dan gewoon contact op met de MVS, dan nemen we dat mee in de evaluatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in al die stadjes zo ontzettend veel... leuke mensen heb ontmoet, van die schatjes. Hoe hou je contact met vrienden die je in het buitenland maakt? Ga je er nog een keer naar terug? De mensen die ook wel online actief zijn, daar is natuurlijk wel makkelijker om contact mee te houden. Ja. Sommige mensen hebben we ook wel meerdere keren ontmoet, zoals onze vrienden die in New York, vriendinnen in New York, daar zijn we nu meerdere keren heen geweest. En we hebben ook een paar reisjes samen met hun gedaan. Maar we houden ook bijvoorbeeld wel contact met mensen waar we hebben gecouchsurfd. We zijn best wel vaak ook weer teruggekeerd naar bepaalde plekken, omdat het toch, dat is ons thuis, hoe zeg je het, home away from home, thuis, weg van thuis. Dus hebben we ook wat mensen inderdaad van reis, hadden we voor onze trouwerij uitgenodigd, die helaas dus nu niet door kan gaan, maar we proberen wel, daar wel op te letten en mensen berichtjes te sturen online en nu helemaal even
gewoon lekker te bellen, videobellen. Virtuele borrels gedaan. En het is eigenlijk ook wel weer leuk aan deze tijd. Ja. Maar door de hele situatie nu in de wereld en die stilstand, denken jullie dat als je dan straks, of het nou IJsland is of elders, dat je op een andere manier gaat reizen en daar op een andere manier over gaat schrijven? Nou, we wilden sowieso al iets minder vliegen. We begonnen eigenlijk ook op die manier. We deden heel veel over land, dus echt met de trein en met de bus. En dat vinden we eigenlijk heel fijn, omdat je dan ook meer ziet van het land. Dus ik denk ook, en zeker nu er wel meer bewustwording is van duurzaamheid. Ik denk dat dat wel meer de toekomst is. Ja. Ja, zeker. Dus minder vliegen, meer over land met de trein en de bus. Maar ik heb eigenlijk wel zin om een stukje met de boot te gaan. Zullen we naar de pont? Ja.